Welkom bij experiment deel 154. Wat gebeurt er als de Noordpool smelt? Je hebt je vast wel eens afgevraagd. Stel nu dat de ijsberen het zat zijn om de hele zomer en de hele winter in de kou te zitten. En ze bellen een buizerd om centrale verwarming aan te komen leggen. Dan zou het maar zo kunnen dat de hele Noordpool smelt. Maar als de Noordpool smelt, wat gebeurt er dan met de zeespiegel? Hoe ver stijgt die dan? Kan het zijn dat wij dan serieus nat worden? Nou, daar gaan we achter komen. Benodigdheden. 1 maatkannetje. 1,5 litertje water. En een paar ijsklontjes. Ik doe de ijsklontjes in het water. Je ziet het steekt er iets bovenuit. En ik heb hier een stukje schildersplakband op geplakt. Nu ga ik een streepje zetten wat op dit moment het waterniveau is. Nou, nu gaan we rustig afwachten totdat de ijsklontjes gesmolten zijn. Dit is het waterniveau nu, het streepje. En als de klontjes gesmolten zijn, dan gaan we eens kijken wat het waterniveau daarna is. Het is inmiddels 1/2 uurtje later. Zoals te zien is, zijn de ijsklontjes al een stukje gesmolten. Maar het waren best grote ijsklontjes, dus het zal nog wel even duren. En zoals te zien is, staat op dit moment het waterniveau nog op dezelfde plek als aan het begin van het experiment. Inmiddels liggen de ijsklontjes er al een uur in. Zoals je ziet worden ze wel kleiner, maar het is hier 25 graden, het schiet nog niet echt op. Dus die ijsberen die gaan er nog een harde dobber aan krijgen om de Noordpool te smelten als ze dat willen. Na 1,5 uur begint het nu toch op te schieten. Na 2,5 uur zijn de ijsklontjes nu echt helemaal verdampt. En wat schetst onze verbazing? Het waterniveau zit keurig op het streepje. Hoe kan dat nu? Nou, ijs is lichter dan water. Een liter water weegt 1 kilo en een liter ijs weegt ongeveer 920 gram en is dus zo'n beetje 8% lichter. Nou is het zo, als je dus 1 liter ijs op water legt, dan weegt dat dus 920 gram. Dan zakt daar maar 0,92 liter van onder water, dus 8% van het stuk ijs, het bekende topje van de ijsberg, steekt boven het water uit. Maar op het moment dat het ijs smelt, dan wordt het ook kleiner. Dan is het 1 liter ijs, is als het gesmolten is, nog maar 0,92 liter water. Precies het gedeelte wat onder water zat. Dus als de Noordpool smelt, de Noordpool drijft, dan zal er niet iets veranderen aan onze zeespiegel. Dat wordt een ander verhaal op het moment dat de Zuidpool smelt, want die ligt op land, die drijft niet op het water. Dus als de ijsberen dan toch de kachel aan gaan steken, dan kunnen ze dat beter op de Noordpool doen dan op de Zuidpool, want anders wordt het hier nat. Nou, doe dit gerust thuis na. Als je nu afvraagt waar ik zulke grote ijsklontjes vandaan heb gehaald, is niet zo heel ingewikkeld. Neem een papieren bekertje, vul die met water en zet die in de vriezer. Doe de volgende dag de vriezer open en je hebt een papieren bekertje met ijs. Dan pel je het papier van het bekertje eraf en dan heb je een best groot ijsklontje. Tot ziens!